Nou, ik weet niet wat hij nu gaat zo kijken, hij gaat zo kijken. Dan is het midden altijd het mooiste. Ja, maar ik kan het nog weer. Ja. Dat komt het nog hoger. Hoger? Ik zou hoger moeten. Huh? Kan je niet helpen? Nee. Shit. Moet je maar... Ik zou op die desk kunnen zetten, maar dat is niet zo veel. Ja hoor, dat is wel best. Ja, ja, het stelt ons verbaasd en meestal wel zo. Ja, dat is vervelend. Die moet je afvullen. Dat is heel groot. Dat is een half grote kroon. Dan haast haar de kant deze eraf. Hoeft er een aangezet te worden. Ja? Dat wil ik een beetje artistiek gaan zoomen. Nou, artistiek gaan zoeken. Dat eerst zoomen en dan artistiek. Toch? Doe je niet? Het was net van Mike, hè? Het was niet van mij. Nee, nee, het is voor een ander. Ja, nou oké. Gaat het zo? Dan vragen we even als je die hoek, die mensen dan. Kijk, nu zie je allemaal prachtig hun beneden. Als je nou eens gaat zitten daar bij die stoel. Nou, dat is alleen, dan zie je dus helemaal niks meer. Als je, zoals Ben nu knielt, dan zie je dus zijn hoofd niet meer. Jawel, maar dat betekent dat de helft van de achterkant valt. Dus dat betekent om een beetje te zijn of zo. Hebben jullie nog een statief? Daar kun je hem opschroeven. Gewoon een microscoop, pas met gaffateur. Ik kan hem hoog. Ja, maar dan moet je dat eraf. Je zit op de camera gespeeld. Oh ja. Oh. Of leg hem hier bovenop. Of een, ja, als het ja. Statiefje kan het iets smaller op de pootjes. Dat is toch wel een primitief. Wat ik wel, hij kan natuurlijk in, ja, even een beetje los. Hij kan natuurlijk wel iets geknepen. Ja, nou, dat scheelt ook wel iets. Dan helemaal hoog. Ja, nou ja. Nou, ik kom net bij zijn heup, kan ik wel zien. Vanaf zijn heup. Dus, ja. Nou, maar het is niet zo'n punt, maar als je nu toch de keuze hebt, heb ik zoiets van, dan probeer je hem hoger te doen. Ja, nou ja, dan moet ik hier dan zijn. Maar is er nog een standaard? Want het valt wel wat. Als het, Nee. Nou, dan leg ik gewoon een stukje op. Tape dat wel vast. Oh ja, dat is waar, dat kan. Het is mooi hoor. Ja? Nou. Niet in het midden. Huh? Nee, maar die hoogte, ja nee, dan moet hij naar het midden. Ja. Oh ja, ja dat is wel leuk, dan zie je het echt lichaam. Ja, inderdaad. Kan ik dat toch zwenken? Ik bedoel, ja. Pennen? Ja. Het zijn gewoon stukken. Staat die water los? Ja, ik ben. Ik ben een beetje zachter. Ja, je bent ook een proces, ja. Wat
discussie van heen. Heel de oorzaken vastzetten. Dat is natuurlijk alleen maar interessant als je in het midden staat. Als je in het midden staat, dan heb je dus een, kijk je naar een kast van een theater op de lijst. Je zit als schuin. Kijk je om dat te compenseren, dat wil niet helemaal recht doen. Oh ja, tuurlijk. He, het is een hele discussie hoor. Maar dat vindt hij dus niet. Nee, hij wil het pas. En ik vind het niet. Vind ik ook belangrijk om de consequentie daarvan. Zo zijn al meer dingen in de inkeuze. Die weer van meer balans. Ja. Maar daar blijft geen zorg voor. Ja. Hij heeft een nieuwe camera gekocht. Heel mooi. Maar hij is wel licht. Maar die is zo lichtgevoelig nog. In het donker zie je bijna. Het is bijna even rood. Ja, dat hebben we al die dingen. Nee, maar het is, nee, zo gevoelig is dat iemand wat vocht gewoon kan zien. Ja? Het is gevoelig hoor. Kijk. Drie lux? Nou, dat ding is één of zo dan. Eens kijken, hoe zwenk ik naar dit ding dan? Oh, dat met deze natuurlijk. Dus, ja. Kan die speaker er niet lekker achter staan? Dat is misschien wel te makkelijk. Ja. Dat is trouwens net het totaaltje van deze. Tonight we have appropriate instrumentation for heralding a concert series, trumpets. We have, we're going to begin with Jonathan Bickett, who is the Ben Neal of England, and we're going to begin with Ben Neal, who is the Jonathan Bickett of New York. That's and it's a little like the famous Alec Guinness film where he plays the ferryboat captain going back and forth between two worlds, Circa, where he flipped the picture of your beloved halfway across the channel. I mean, these two could almost substitute for each other in many aspects of their life, but we don't want to think about it.
Thank you.